Leven zonder afval. Kan dat? Jazeker, zegt Emily Jane Townley. Maandagavond kwam ze in een volgepakt natuurhuis bij TVN vertellen hoe je dat klaarspeelt. Hoe is ze er toe gekomen? Ja, eigenlijk een hele tijd geleden alweer, 4 jaar geleden. Ik had altijd een duurzame levensstijl met mijn kinderen. Eigenlijk gewoon wat andere mensen ook doen. Lichten uit, verwarming laag, gewoon de normale dingen, veel op de fiets. Toch ontbrak er iets in mijn leven waarbij ik dacht van... hoe kan ik ooit een klein beetje duurzaam zijn met zoveel afval dat we produceren? Zeker vanaf het moment dat we kinderen kregen. Dat is gewoon... Die luiers natuurlijk, hè? Ja, luiers waren vooral inderdaad een enorme berg. Dus elke week een volle kliko. En dat vond ik echt wel een beetje vervelend worden. En toen dacht ik, ik moet daar wat mee gaan doen. Is het eigenlijk mogelijk om te leven zonder afval? Ik denk dat veel meer mensen dat zich afvragen. Ja, zeker. Het is absoluut mogelijk. Ik denk dat niemand de 100% zal halen. Dan moet je echt denken aan hutje op de hei en heel moeilijk doen. En dat gaat natuurlijk voor heel veel mensen niet lukken. Maar je kan ontzettend ver komen. En zelfs met hele kleine dingen, veranderingen in je levensstijl, kom je echt heel erg ver. Wat is voor jou het nut geweest van deze avond? Nou, meer het besef van wat we eigenlijk allemaal van afval hebben. Hè? En dat alle containers en zo, dat gescheiden afval, dat doen we eigenlijk allemaal wel. Maar die weigering, die vond ik heel erg mooi om te zien. Ze had een omgekeerde piramide gemaakt. Daarin zag ik dat weigering, daar begint het mee. En dan recyclen en hergebruiken, hè? Dat is meer onderaan. Hè? En ik denk dat voor veel mensen het omgekeerd is. Hè? Dat je te gauw begint bij, ik doe het in de papierbak. Het wordt gerecycled, ik ben goed bezig. Dat is ook wel zo. Maar hier wordt het omdenken meer. Van, het begint bij het weigeren. Dus dat er überhaupt al minder papier in je huis is. Plastic en dergelijke. En ik denk dat je dan al een heel goed begin hebt. Kan je ons Twentenaren een tip alvast geven? Ja, zeker. Zoals vandaag, heel warm. Dan heb je natuurlijk water nodig. En dan neem ik altijd een roestvrijstalen fles mee. En die vul ik steeds weer met vers water. Dus dat scheelt natuurlijk heel veel plastic flessen. Ja. Nou, verder brood, groente, fruit, pistoletjes, croissantjes. De lekkerste dingen halen we allemaal in huis door gewoon een tas mee te nemen naar de markt of naar de supermarkt. Mm-hmm. Ja. Ik zag dat je ook een soort netjes, wasnetjes bij je had. Ja, klopt. Het zijn inderdaad geen wasnetten, maar gewoon netten voor de groenten of fruit. Daar kan je aardappels in doen en van alles en nog wat. En dan kan je dat gewoon meenemen naar de supermarkt of de markt. En dan vul je het helemaal met wat jij wil kopen. Nou, ik denk dat ik inderdaad veel meer moet gaan zoeken naar middelen zonder plastic verpakking. Ik ga al naar de markt, waardoor ik geen plastic verpakking krijg. Maar ja, af en toe denk ik van, nou ja, dan haal ik het maar bij de supermarkt. Dus... ik moet er veel bewuster mee omgaan, denk ik.